Maar de dames en heren die hier zo bescheiden aan de zijkant zitten, wou ik uitnodigen om hier bij mij te komen staan. I'm not a woman. I'm not a man. You're not supposed to understand. Come on and take me. Take me as I am. En er zijn in ieder geval twee mensen met wie ik uitgebreid in gesprek wil gaan, omdat ze een bijzondere gast zijn. In de eerste plaats, Maxime, wij zijn ontzettend blij dat je er bent vandaag en helemaal uit Doorn gekomen om, om hier iets te vertellen. En de andere is Willemijn Alers en ik heb Willemijn gevraagd of ik een aantal dingen over haar aan haar mag vragen, omdat haar proces van coming out en dergelijke heel bijzonder is geweest. Ik gaf het in mijn college net al aan, opgroeien met als transgender is een hele uitdaging. Loop je tegen een heleboel dingen aan. En ik ben heel benieuwd om van jullie te horen hoe dat voor jullie geweest is. Maxime, mag ik jou als eerste het woord geven? Ja, het begon in vergelijking met sommige anderen hier, begon dat voor mij vrij vroeg. Ik denk dat ik ergens aan het begin van de puberteit een halve dag heb gedacht dat ik lesbisch was. En ik was daar heel enthousiast over. Ik denk, oh, dat verklaart de hele rest van mijn voorgeschiedenis. En aan het eind van de dag dacht ik, nou, volgens mij is dat het toch niet. Het feit dat ik mijn zelfdiagnose heb gesteld, is het waarschijnlijk 35 jaar op en af denken van, ik zal ooit wel en misschien niet. En uiteindelijk dacht ik steeds, ooit doe ik het. En nu word ik volgend jaar 50 en ik dacht de laatste jaren, ja, ooit is nu. En als je het nu niet meer doet, dan wordt het echt helemaal niks meer. En als je het dan eenmaal hebt gedaan, blijkt het dan heel simpel te zijn. Ja, waar zat ik zo lang tegen aan te hikken? Wat in mijn geval voornamelijk familie was, waarbij ik dacht, ja, je doet je omgeving zoveel aan. En je vestigt enorm de aandacht op jezelf. Het is natuurlijk toch iets waarbij een hele omgeving mee moet. En nu in mijn geval een enorm deel van de samenleving mee moet om te helpen mij die transitie door te krijgen. Mensen moeten netjes meneer gaan zeggen. Hoe is het voor jou als het niet lukt, als mensen je zijn? Even in de microfoon. Als mensen mij zijn, ik vind het geen enkel probleem, want het lukt 100% van mensen die mij niet kennen, tot mijn verbazing. Dat heeft iets te maken met je postuur. Postuur is met name heel erg veranderd. De heupen zijn wat smaller geworden, mijn schouders zijn breder geworden. Ben wat afgevallen en op het moment dat ik binnenkom, zien mensen in je lichaamshouding iets van een man. En nou ja, dan is het kennelijk geen signaal meer dat daar doorheen gaat. Dus dat is geen enkel probleem. En in de omgeving vergissen mensen zich natuurlijk onophoudelijk. Wat ik ook ogenblikkelijk begrijp. Zodat dat ook geen probleem is. Want ja, iedereen moet daar langzamerhand in schieten. Ik merk ook van de reacties die ik van mensen krijg, of ik ze nou wel ken of niet ken. Want al die honderdduizenden mensen die schrijven mij ook mails. dat ze bang zijn mij te beledigen. En sommige mensen schrijven ook echt expliciet in die mail, ik hoop dat je gevoel voor humor hebt behouden. alsof je plotseling geradicaliseerd bent of lid geworden van een hele enge secte waar humor niet meer is toegestaan. Wat dat betreft, je hebt natuurlijk een hele heftige coming out. Ik wou nog even naar Willemijn toe gaan. En dan nog even weer een stapje terug van voor de coming out. Want de coming out gaan we het er zo over hebben. Hoe de worsteling met je eigen gevoelens. Kun je daar iets over zeggen? Hoe dat bij jou is? Ja, die was ingrijpend. Vanaf mijn zevende droomde ik al van dat ik een meisje was. Maar ja, dromen kun je dus bij jezelf houden, hoef je niet te delen. En aangezien ik wat tussen mijn benen had hangen, ging het één kant op. daar heb ik ook heel goed aan proberen te voldoen. Dat maakt ook dat ik getrouwd ben, dat ik kinderen heb gekregen en dat ik een kleinkinderen heb. Maar wat hou je nou voor een ander verborgen? Dat hou je voor jezelf verborgen. En toen kwam ik tot de ontdekking dat ik dat toch wel erg ver weggestopt had. En dat ik het niet meer weg kon stoppen. Dus toen kon ik het voor mezelf niet meer verbergen. En dat ging etteren bij mij. Mm-hmm. Ja, dan word je een spiegel voorgehouden. En leer jezelf accepteren. En uiteindelijk,
maak je dan die stap van wat ga ik doen. Ja. Kun je wat over vertellen hoe het ging? Ja, ik heb mijn vrouw, die wist ook van niks. Dus die heb ik deelgenoot gemaakt van wat er aan de hand was. Ik pakte dat gelukkig heel erg positief op. Die heeft me enorm gesteund en geholpen. Dan het werk. Ja, ik was operationeel leidinggevende bij de politie. En waar je dan tegenaan loopt is van, als je je coming out hebt, van ja, maar hoe zit het dan met de emotionele bankrekening die je uit hebt staan bij mensen? Je kunt je voorstellen dat ja, als leidinggevende, ja, heb je conflicten op het werk. Dat is niet te voorkomen. Stond ik daar als man. Dus mensen kunnen zich heel moeilijk inbeelden dat degene die dat vertelt, dat die dat op dat moment dan ook vrouw is. Dus dat was, dan had ik me daar wel op voorbereid, want ik denk, ja, die vraag die gaat komen. Dus ik had vooraf, had ik met een fotograaf, had ik foto's laten maken hoe ik eruit zou zien als vrouw. En dus dat bood ik dan de collega's wel aan. Maar toen gingen er twee mensen staan en die gingen applaudisseren. En dat waren de twee collega's waar ik de grootste conflicten mee had gehad. Dat betekent dus dat je op dat vlak heb je wel wat goed afgehecht. Hè? De emotionele bankrekening stond wat dat betreft ook wel op groen. We hoorden dat al eerder iemand zeggen, want het hangt ook maar net vanaf wat voor soort baan je hebt. Hè? Sommige banen zal geen probleem zijn. Als universitair docent is er niemand over gevallen. En ja, het nadeel bij jou is dat je heel erg in de spotlight staat. Dus dat de combinatie heel zichtbaar is. Maar uiteindelijk zal dat bij jou denk ik ook misschien eerder een voordeel zijn. Of hoe zie je dat? Er was één interessant aspect aan. En dat is dat iedereen ongelooflijk hartelijk is geweest, behalve mijn beroepsgroep. Want ik weet, bij de politie wordt er een multidisciplinair team opgezet om je helemaal door zo'n transitie heen te helpen, te zorgen dat iedereen mee is en dat de collega's niet vervelend zijn. Ik dacht, nou, zo'n multidisciplinair team zou voor de columnisten ook aardig zijn. Het enige die rottig zijn geweest zijn de collega's. En het zijn over het algemeen Nederlandse columnisten toch al wat nare types. Maar hier kwamen de ratten werkelijk uit hun holen. Dus dat heb ik allemaal terzijde geschoven. Ik denk, nou goed, die rekenen we niet tot de rest van de Nederlandse bevolking. Ja. Maar op een gegeven moment verkondigde ik van, ja, ik hoop niet dat anderen nooit overkomt wat mij is overkomen. Ik gun het mijn ergste vijand niet. En op een gegeven moment kwam ik tot inzicht van, ja, maar dat is eigenlijk een negatieve benadering. Want eigenlijk ben ik hartstikke blij wat mij is overkomen. Hoe kan ik dit nou zeggen? Mick, volgens mij ben jij al heel, wist jouw vrouw toen die jou leerde kennen al hoe het bij jou zat? Ja, mijn vrouw staat al wat ambigu in. Dus het heeft ook een hele tijd geduurd voordat ik precies door had hoe dat in elkaar stak. Maar ja, ik weet ook niet of ik dat hier zo mag zeggen. Maar als ik haar meemaakte met andere showgirls, dan bloeide ze altijd helemaal op. En dat maak ik ook altijd mee als ik me verkleed heb. Dan wordt ze altijd heel erg actief. Maar bewust zegt ze, ja, luister eens, dit kan eigenlijk niet. Dit geeft zo de mythe voor de kinderen. Nou ja, dat is ook zo, dus... Maar goed, de transitie zoals de transseksuelen doormaken, dat is natuurlijk nog een veel langer proces. En dan kunnen we mooi inhaken op de vraag vanuit de zaal. Want wat gebeurt er met het gevoelsleven op het moment van transitie? Hè? We gaan... Het begin van de transitie, dat is het gebruik van hormonen. En nou, bij Maxime, bij jou is de verandering nog heel vers. Kun jij er iets over zeggen wat dan testosteron voor jou doet? Ik vind dat heel moeilijk. Ik hoor van anderen wel dat ze vrij veel mentale veranderingen daarvan krijgen die dan je zou kunnen toeschrijven aan testosteron. Ik denk zelf dat ik voornamelijk heel erg opgelucht ben dat ik nou eindelijk besloten heb dat dit ooit is. En dat gebeurt, zodat je dat hele probleem wat een hele leven lang voor je uitschuift, nu achter me gelaten hebt. Dus dat maakt een stuk rustiger. En wat ik van het testosteron zelf merk, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Afgezien van de honger op ieder gebied waar je net ook al had, is het een soort verjongingskuur. Toen ik een jaar of 20 was, had ik ook dit soort jongensachtigheid die ik nu weer terug... Voorzitter, we moeten afsluiten. Wij kunnen hier natuurlijk nog uren over doorpraten, dat begrijpt u. En u heeft vast ook nog een heleboel dingen die u wilt vragen. Nou, precies, daar gaan we. Maar daarvoor hebben wij gelukkig de borrel uitgevonden.